weet eigenlijk nu wel echt zeker dat er geen hartslag meer is. En dat, ja, eigenlijk kunnen we niets meer doen. We kunnen niets meer doen om het... En daarna kunnen we, dan gaan we het kindje weghalen. Maar je kunt het zelf het beste eerst even tot rust komen. Een paar dagen, dat is echt het beste. Hoor je me wel? Hoor je wat ik zeg? Het is echt wel het beste dat we iemand bereiken. Eva, hoor je me wel? Hola, lekker ding. Dag, kleine man. Shanghai is echt klote. Nooit heen gaan. Oh man, ik ben echt gesloopt. Ik moet je iets vertellen. Shanghai is echt gestoord, weet je dat? Weet je wat ik gegeten heb? Varkensoren. Oh, Eve, heb jij die... Misschien. Die map nog voor mij? Eva, het is echt heel belangrijk dat ik die heb vanavond. Nee, wij kunnen absoluut op dit moment niks meer doen om het nog goed te krijgen. Hey, hallo. Ik heb die map vanavond echt even nodig. Oh, was het eigenlijk bij de gynaecoloog? Eva? Goed. Mooi. Kijk nou toch. Enig. Ik vind dat zo verschrikkelijk ontroerend, hè, als een man achter zo'n kinderwagen loopt. Echt waar, ik zie het gewoon al voor me. Boven achter de kinderwagen. Enig. Nou, even kijken. Man, wil je nog één dingetje laten zien? Ja, ja. Toen jij klein was, dat ik je naar school bracht, zo, aan je arm. Een chance onderweg van al die man, niet aan je vader zeggen. Maar kijk, ja, dit ben jij. Lieverd, ik weet zeker dat Rolf en jij een prachtig kindje krijgen. Echt waar. Hè? Kijk nou toch. Oeh, en ik word oma. Nou, dat houdt me op de been, hoor. Vrouwtje, niet zo verdrietig kijken, het leven is zo mooi. Hey Eve, oh, wat ben ik blij dat je er bent. Ik heb zulke rare klanten gehad. Maar in ieder geval, ik heb echt hele leuke nieuwe kleren binnengekregen. Zo schattig. Ik moest meteen aan jou en Rolf denken. Mijn hoedjes en pyjama's, echt heel erg leuk. Zo schattig. Het zijn van die designjongens, weet je wel. Die zijn goed. En pyjama's en hoedjes, allemaal heel erg leuk. Maar ze liggen achter. Zou ik ze anders even pakken? Met zo'n net niet spijkerbroek. Echt niet te doen. Niet te doen gewoon.
even, heb jij die map nog van mij? Eva. Eva, het is echt net alsof ik tegen een muur sta te praten. Hij is dood. Wat? Het kindje is dood. Wat een kutopmerking. Ik was er niet bij vanochtend. Ik zag het op de echo. Wat een kutopmerking, Eva. Het hartje klopt niet meer. Wil je nou? Ik ga het morgen weg laten halen. Kan niet. Eva, dat kan niet. Eva, dit kan godverdomme niet! Dit kan niet, godverdomme! Eva, hij kan niet dood zijn! Eva! Leuk koppie. Hij kan niet veel ouder dan 18 zijn. Je zou niet zeggen dat het een jongen was die een zwangere vrouw tegen de grond aan werkt. Of juist wel. Misschien wel echt een foute jongen. Zou je zo iemand kunnen zijn? Nee, volgens mij niet.